Vijf vragen. Van Geert en Jan. Ik ga niet terug. Aan Teddy de Meur. Goed nieuws, we gaan deze vragen gewoon mano a mano stellen. We hoeven ze niet, je hoeft ze niet te retweeten. Geen reply, geen mention, gewoon man op man. Maar eet je ervoor, dan is het persoonlijk. Ja, eet je, dank jullie wel, man. Heb ik weer wat geleerd. Graag gedaan. Eet je een deetje. Maar dat is heel lastig als je dan twittert met de zanger van Live, Ed Kowalczyk. Ja, dan zit je weer in een probleem. Of Ed en Willem Bever, wat doe je dan? Ja. Sorry, we dwaven door. Je zou toch Ed Ease heten? Maar ja, in ieder geval hebben wij hier een lijst met 50 vragen, Danny. 50 vragen? Nee, niet. Ja, ik zit hier nog tot 12 uur. We hadden niks te doen gisteravond. God. Maar, nou, daar hoef jij er slechts 5 vanuit te kiezen. En die 5 moet jij dan beantwoorden. Oh, dat moet. En, nou, dat is lachen natuurlijk. Ja, hij is hysterisch. Nou, dat klopt. Lachen natuurlijk. Dat wordt effect, hè. Dus, ik sta scherp. Begin maar met je eerste. Welke wil je? Heel veel, nummer 7. Krijgt de pleurs hierbij. Ja, klaar. Nummer 7. Wie vertel je alles? Mevrouw. Ja, en iedereen die je volgt op Twitter. Maar dan moet je even Ed ervoor zetten, natuurlijk, hè. Als je vrouw naar Ed zou heten, was het heel veel aangericht. Dus eigenlijk heel Nederland. Eigenlijk ik ben een open boek. Ja. We weten alles van je. Ja, bijna wel, ja, dat klopt. Nou, dat goed. Je vrouw dus. Oké. Okay. Nou, vraag 2. 21. 21. We gaan 21, hè. Op wat voor momenten twijfel je aan jezelf? Hoeft niet per se nu te zijn. Als ik op het toilet zit, dan twijfel je aan jezelf. Zal ik poepen, zal ik plassen? God, ja, jongens, dat is een heel groot probleem. Daar kun je wel heel makkelijk over doen, maar zo makkelijk is dat allemaal niet. Dat voel je toch gewoon, van oh, dit wordt een boodschap 2. Ja. Ik ga altijd met een duidelijke mis. Ik word zelden overvallen, want ik denk, oh, nou, die had ik niet aanzien komen. Dat heb ik eigenlijk nooit. Hallo, Tessa, die afbreekt, dan heb je geen probleem. Nou goed, verder. En dan ben je 13 ronden verder, bedoel je. Dames en heren, de volgende vraag. Dan druk je wel een punt, dan heb je wel een punt. Nou, verder. Hoe tegen dat hij kopjes geeft, weet ik van, ja, kom op, jongens! Okay. Schiet op! Ja, maar heb je het al? Wie geeft dan een koppie? Nou, de voorkant op de achterkant. Nee, de achterkant. De voorkant geeft nooit koppies. Hij ligt in slaap, in winter slaap. Hij is in winter slaap. Nou, nummer 14. Hij heeft Cola Light op, hè? Stel je voor dat er drank in had. Nou, nummer 14, dames en heren. Ik heb het plafond naar beneden getrokken. Zolang je niet tegen zijn hoofd spuit, vind ik alles best. Nou, ja. Kom op, 14. Oh, wat erg dit zeg. Ik doe het ook nooit meer. Nee, weet jij zeker dat je me uit wil nodigen in het glazen huis? Nee, doe niet. Doe maar niet. Een hele platte editie. Waar word je verdrietig van? Niet op de wc graag. Heb je wel eens voor je gekeken? Nee, jongens. Met jullie heb ik het veel te fijn. Nou, ja, ik kan heel veel... En ben ik zelfs serieus als iets met mijn kinderen is. Nou, vind ik logisch. Ja. Nee, dat is heel logisch. Ineens om. Dat is logisch. Ja, nee, maar dat lijkt mij ook. Dat heb ik ook. Ja. Precies. Maar, ben je verdrietig van als iets met de kinderen van Danny is, ja? Heel bijzonder. Ja, maar laatst ook. Danny twittert naar iedereen trouwens. Ja, dat iemand van een klimmer op gesodemieterd. Ja, ik werd daar toch druk. Ik werd daar verdrietig van. Ja. Schommel in de mond ook. Ja. Schommel in de mond. Dat is een tweezitter ook. Ja, zo'n tweezitter. Glijbaan erin. Ja. Je wordt er toch verdrietig van. Arme kind. Glijbaan in mijn kind verdwenen. Jeetje. Als ik wipkip ben over niet in. De laatste vraag, dames en heren. Jezus Christus, Gerard. Dat kan echt niet. Zeggen wij de jongens dat er zat met een wipkip? Mijn leeftijd, 40. Nou, daar gaan we, jongens. Wat is het mooiste moment uit je leven, Danny? Weet je dat nog? Ja, nou, dat weet ik wel. Dan ben ik weer serieus. Oh, nou, dat me wordt gegund dat ik eigenlijk weer terug ben met het levenslied. Dan ben ik serieus, omdat daar mijn roots liggen. Ja, is niet vanzelfsprekend. Die hardwork, dat was niks. Dat vond ik ook, hoor. Nee, ik heb het één keer geprobeerd, maar... Nee, dat was toch helemaal niks. Danny Koos Metallica, ik vond het niet de beste CD die hij uitgebracht heeft. Vrienden voor het leven! Ik krijg het allemaal te kaleren! Nou jongens, wat een editie. Dood! Wel een ander publiek dat je dan toch krijgt in die avond. Ja, ik denk het wel. Ik voel je het wel aardig bedreven in, Danny. Ja, maar alle remmen los, hè. Oké, okay, prima. Bij jullie altijd. De laatste. Dan kun jij tellen, we zaten toch al bij 5. Ja, we zijn al bij 5. We hebben er al 5 gehad. Nou, maakt niet uit. Toch? Nee, dat was toch 4? Met een gek. Ja, ik zit bij 4 door. Ja, toch? Oh, ja. Sorry. Nog 1 dan. Omdat het zo lekker is. 50. Welke BN'er doet zich op televisie anders voor dan in het echt? Poeh, dat is een rot vraag, zeg. Ja.
trots op ook? Jeetje, wat is het? Eerlijk antwoord? Ja, heel graag. Graag. Ik zou het bij God niet eens zo snel weten. Even denken. Ik zou het even... Nee, maar ik serieus. Het is geen politiek antwoord. Ik zou het niet weten. Nou, dan doen we nog een nummertje. Dat is makkelijk. Nee, weet ik even niet. Nee. Want iedereen die ik ken, die is altijd wel zichzelf. Jammer. Nou, jammer. Toch een andere dan. Nummer drie. Wat is het meest gênante dat je ooit is overkomen? Oh god, niet dit programma. Dat ik ooit bij een programma heb gezeten en ik toch... Nou ja, het woordje tering zei, daar hebben we het over. Daar heb ik wel spijt van gehad, hoor. Echt waar? Ja, nou ja, waarom? Omdat ik niet had verwacht dat het zo'n effect zou hebben. Nou, ik denk dat gewoon half Nederlanders tegenwoordig roept bij het klaarkomen. En toen had ik nog niet eens Twitter.